Dag dames en heren, de hitte van gisteren werd afgelopen nacht met name in het midden en oosten verdreven met een aantal regen- en onweersbuien. Veel regen lokaal, veel bliksem en dat leverde best mooie plaatjes op. En vandaag zitten we vervolgens in de koele lucht. De temperaturen zijn flink naar beneden gegaan, het was vanmiddag op veel plaatsen nou 20 tot 23 graden. Met eigenlijk heel Hollandse luchten, wolkenvelden, af en toe zon en verspreid nog een enkele bui, maar die buien waren zeker niet zo heftig als afgelopen nacht. Nou, de komende dagen houden we dat weertype eigenlijk vast. We hebben te maken met een meestal west- tot zuidwestelijke stroming. Daarmee worden af en toe wolkenvelden aangevoerd, soms ook een enkele bui. Met name vrijdag en in de loop van zaterdag. Dan zien we dit lage drukgebied naderbij komen en trekt een aantal buien over onze omgeving. En daarna wordt het weer wat rustiger met meer ruimte voor de zon. Dat lage drukgebied gaat overigens wel gepaard met veel warmere lucht. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Vanavond is het nou gematigd warm, temperaturen rond zonsondergang iets onder de 20 graden en uiteindelijk koelt het komende nacht dan af naar een graad of 13. Dat is duidelijk kouder dan de afgelopen nachten. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog, later bereiken wat meer wolkenvelden de westkust en daar kan dan plaatselijk een bui vallen en die buien breiden zich morgen op oostwaarts over het land uit. In het binnenland misschien wel met wat onweer daarbij en de temperaturen lopen tijdens zonnige perioden op naar zo'n 20 graden in het noorden en misschien plaatselijk 24 in het zuidoosten van het land. Maar zomers warm zal het nergens meer worden. Vrijdag is dat anders. De wind draait geleidelijk naar het zuiden tot zuidoosten en er komt weer wat warmere lucht onze kant op met plaatselijk 26, misschien zelfs wel 27 graden in het zuiden van het land. Het is dan overwegend droog met in de loop van de dag steeds meer ruimte voor de zon. De warmste dag wordt zaterdag, met regionaal 27 graden in het binnenland misschien nog wel iets hogere temperaturen. Maar dat levert ook weer onwiskansen op. Met name in de loop van zaterdagmiddag en zaterdagavond kunnen daar een paar hele stevige buien tussen zitten. Nou, de dagen daarna is de warmte weer verdreven uit onze regio. Temperaturen rond normaal voor half juli van een graad of 22. En daarbij is het overwegend droog met geregeld ruimte voor de zon. Ik wens u nog een mooie dag.